De Gouden Zwiebe. De Gouden Zwiebe, het Friese boek van Abe Brouwer, dat nog hieltieten een bestseller is voor alle Friezen zo'n te dui dat het uitkwam. Een must om te lezen. Wat deze roman voor ons Friezen zo uniek maakt, dat weet ik niet krijg. Misschien is het wel dat typische Friese karakter van het boek. Binnen het de sfeerbeelden die in je opkomen, als het verhaal als een film aan je voorbij gaat. Maar misschien binnen het ook wel de hinders. De dragers van het leven, zoals Douwe dat zo mooi vertelt aan het begin van de film. Scène 1. De allereerste scène hebben wij opgenomen in Varier van 94, meer als een jellier voor de grote draaiperiode van 24 dagen in oktober en november van hetzelfde jaar. In het script stiert de Mary Wardy smiet een vallen. Dat is vanzelfs makkelijker opschreunen dan dien. Na fjouwer lange dagen en nachten wekken te hebben bij het beest, kwamen ze us dagstags oer het meert. In een fractie van een paar seconden scoorden ze de vallen in het strieën. Dags binnen de plaatsjes die we doen nog als de bliksem sketten hebben, mooi genoeg, denk mij. Geen film zonder acteurs. De belangrijkste is Reense Westra, die nam de rol van Douwe Wallinga van zijn rekken. Deze talentvolle Friese acteur maakte een creatie van Douwe die een protte meesken bijbluwen zil. Na het dragende rol in De Dream en De Vuurtoer van Pieter Verhoef, wie dit de tredde Friese karakterrol in een filmproductie van Reense Westra. Maar het wie de eerste met hinders. En dat moest wennen. Actie! Kijk over je schouder heen, want hij zit achter je. Andere kant. Ja! Kom op, hier zit Reense net achter een hinder, maar achter een autootje. Oors wie dit shot net een maatje voor de cameraman. Die zit namelijk op het plak van de kont van het hier. Die man, jouw saneerde vriend Wilco Herema, had men eerske als rente voor het geld dat er jou leert had. Ik kan het in mijn hoes nemen, misleiding. Dat wist van zijsten. Ja, en het werk van de sterren. Wel, sla dan! Sla maar! Scène 8. De zwiepenscène wie een van de dreigste scènes om te maatschen. Hoit Douwe slaat de zwiepen stikken op het beerlig van zijn zoon Aten. Een hele dag hebben we er aan werken. In het begin weer eens nog aardig en voorzichtig, maar hij begon hield het hutter te slaan en soms ik raak. Komt hij? Oké, nog een keer gaan we. Nu alles op scherp, jongens. Ik, de grimeur, hie de hon vol, want krijg maar eens een goeie zwiepenslag op het antlid. Dat is niks, Roes. Dat is niks. Nog een keer. Is die tap nat? Ja. Attentie, jongens. Ja? Kom maar. Nog een keer, snel. Ah! Kom maar. Ja, maar hoor. Kom maar, jongens, die te voorzichtig zijn. Nog een keer. Leg het terug. Leg het ding erop. Wat? Stop er boven. Oké. Okay. Actie, 5 seconden na, nu. Altijd fijn voor een acteur is het om een u te vieren op een collega. Er zit wel een beschermpak onder, maar dochs kan ik je verzekeren dat het aankomt, ja, zo'n zwiepen. En ek is het vanzelfs een aanslag op een conditie van degene die het uitvieren moet. Af net Reense.
het Vrijhof. Dreeg genoeg om een borkerij te vinden die zowel van binnen als van buiten in het tiersbeeld past. Vlakbij het dwarpje Nijlaan hingen we mazzel. Daar stond exact de borkerij zoals Abe Brouwer die beschreven had in het boek. En de eigenaar hield toestemming om de filmploeg er een paar mannen onder te brengen. De boel moest vanzelfs nog wat aanpast worden. Er moest een soort van manegebak voor de hinders gebouwd worden. De stopcontacten en de boetenlampen moesten draaien. Maar verder werd een plakje uit duizenden. Ja. Boerenark werd geleend bij verschillende musea's en particulieren. Uiteindelijk stier net iets meer in de waai om het openingsshot van het Vrijhof te draaien. Hiervoor wie een rail uitlijn van zo'n 40, 50 meter en een kraan inhiert om de borkerij van boppen al lezen te zien. Dat wie mooi, dachten wij, maar het moest aan 12 keer oer voordat de scène erop stier. Sorry jongens. Hey, ja, deze was mooi hoor. Ja, dan gaan we nog een band even stoppen. Hey, mooi, maar zo moet ie. De draver Col wie de ster van deze scène. Zonder ik maar één keer west te worden, rond hij de scène als een verleerd acteur terug. Het hinder komt uit Brabant en stiet bekend als een geweldig leefhinder. Boppen dat is het exterieur van Col wat ouderwetsk en kan het verschrikkelijk goed draven. Al die eigenschappen in één hinder verzintwoordigen wie een boppenslag voor onze film. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel... Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Figurage. Wat is een film zonder figuranten? Hielendal neert van zelfs. En al heel net in de gouden sferen. Verskate oproepen zwargen ervoor dat er een lietse duizend figuranten is kunnen wienen voor de drafbaanscènes. En wat altijd spannend voor de organisatie is, komen ze eigenlijk alle keren. En ja, in het weekend van zo'n 8 oktober stieren ze startklaar op de tribune op een jouwe. Het wie prachtig waar en de meesten vermakken zich tegen bij tegen. Jij maar eens. Ik tijdens de rodeo-scènes in Huis, een romantisch dwarpje vlakbij Lauwet, stienen er zo'n 600 meesken om haar hinnen te genuiven. Er wie een stand-in in hield om het onbeleerde hinder te rieden. Maar dochs moest Aten het zeils ek beziekje. Poortenbrekkerij, ding. De stuntman hield er meer moeite mee om het hinder uit het steen te krijgen, wat de figuranten vanzelfs prachtig vonden. Drie verschillende voskleurige hinksten wienen er een hele dag voor nodig om uiteindelijk zo'n 30 seconden materiaal voor de film bij elkaar te garen. Oors bokken ze wel een kwartier of nog langer, zei de stuntman. Ik begreep er helemaal niet van. Het zou wel cameravrees wezen. Tige grutsk van zelfs dat die zitten bleun is. En het publiek joeg een ovatie van komsa. Het publiek wie trouwens toch wel in topvorm. Het schreeuwde zelfs de longen uit het lief voor een orde ooi. Het is nou een jas van Paken, van mijn Paken. En die is daarin trouwd in 1893. En daar hoort voor Squanheid. Dit is het woordje van mijn oerberven nog. Dus,
Dat draag ik met trots, ja. Ik heb nou, dat boek, ja, ik had nog van een week omdat we het opgejoen hebben, heb ik het best voorzorgd en dan heb ik weer even in mijn korin, ja. Schitterend, ja, dan heb ik het trend in de egen, ja, weer. De trend in egen hier ek Reense Westra, maar net van de emoties, maar van de hudde wien in egen. Dit is de draverij die hij een speciale bril ervoor opzet. Want hij zeer gast niet meer terug de baas van trinnen. Sa hut gong het. Toen kwam de cameraman met een wat vreemde vraag. Hey, zou ik er niet bij jou op kunnen zitten? Of is hij dan uit Holland? Ja? Ja, we kunnen het proberen. Straks één keertje proberen. Ja. Dat ik gewoon bij jou kom zitten. Dat ik met jou meerijd. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat is een beetje goeie. Laten we dit even doordraaien. Wie van die stoere Friese boeren durft nog meer? Wie? Niemand? U meneer? Oh, u mag niet van uw vrouw. Oh, misschien is het niet uw eigen vrouw. Nog een keer. Ah. Gaan we gewoon door? Ek bekende acteurs uit Holland hier een rol in de zwiepen. Naast Bram van der Vlucht en Hidde Maas spelen Wilbert Gieske de rol van spreekstalmeester op de rodeo. Wilbert Gieske speelt al jaren een verste rol in de bekende soap Goede Tijden, Slechte Tijden op RTL Vjouwer. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er een boerenkinkel bereid om zijn leven te wagen. Applaus, dames en heren. Hoe heet je, jongen? Ate Douwens Wallinga. Nou, volgens mij is het een ereboer, jongens. hij heeft net besloten om allebei zijn benen te gaan breken. Ik wil wedden dat hij er binnen drie minuten af ligt. Haal ik niet, jongens. Sorry, nog een keer. Hey, als die 3 minuten herhaal is niet goed. Dus ik moet gewoon door daar. De postro-scène. We vergeten hem neer weer. Zo vaak moest die oer, zo vaak moest we erin omhaflen dat ze wol Hilly Harms, dit jouwtje speelt, hoort douwen en ik zelfs neer, maar dan ik neer weer in een hap postro eten zullen. Het ging misschien beter wees dat je me kon maar rondvlaan winnen. Ik ben niet in mijn korom als de ziel uit lief. Wat nou? Zijn je van de postro? Nee. Ja, ik doe het precies zoals op de repetitie, Alex. Nee, is niet waar. Ja, op jimmer. Ja, maar ik ben nou lang net uit praat. 5, 4, 3. Engel. Stop. Ja, dat is de man gekomen. Aandacht, jongens. Concentreren, jongens. Handen op, door. Dit moet hier. Het is misschien beter geweest dat je maar kon maar rondvlaan binnen. Attentie op 5 seconden. 5, 4, 3. Engel. Stop. 5. Mag ik stilte op de set? 5, 4, 3. Take Jochen. Dat beschut dus al 9 keer hetzelfde steekje op een nij. Maar doe gong het goed. De post. Wat nou? Zit je man de post, Rob? Dit nemen wij een totaalshot. Maar na een totaalshot komen de close shots. Dat beschut dat er weer op een nij postro eten worden moest. Let maar eens goed op Reense Westra die de postro mooi argus egen in de gaten had. Het begint hem al flink op te brekken. Jawel. Ja. Er staat net een damp op de tafel in de totaalteek. Ik wil het ook niet. Nee, dat werd aan mij gevraagd, maar omdat ze de rijen, toen dampte het ook. Minder. De banden lopen, jongens. Een beetje draaien. Hier, kom eens gauw met die pan. Kom maar. Ellie. Wat voor u? Even die pan. Lepel terug. Ja. Kom die lepel terug. Ik kwam nu
Nou, 15 takes wie reeds echt verlost van de postro. Drinken, dat ging hem correct even wat makkelijker aan. Zo wijs ik in dat zijn arbeider had die nog weet hoe dat ditske. Amarien. Waar is die de gouden zwiepen? De gouden zwiepen, boer! Wat er je maar hier niet in de zwiepen, Winneke? De gouden zwiepen? De gouden zwiepen! Ja! Gouden zwiepen! Ja! Maar waar is hier de zwiepenboer? Waar is hier de gouden zwiepenboer? De gouden zwiepenboer! Wil je nog wat hebben, hoor? Als ga ik op bed. Als je niet slaapt, kan je niet verkeerd doen. Zo is het en net als. In scène 48 maakt Douwe de flessen drank troch het glas gooien van de medaillekast. Dat dit net altijd slagget, blijkt vol uit dit fragment. Op een borkerij, jaren beesten dus. Ze wien er boetende hinders hin, knien, een hoen, een guide en van zelfs een kei. En kei jouwe loert. En dat is net Elsen niet een wend. Ik heb een zenuwdrankje gehad, maar ik weet het niet waar ik ga. Het ziet er niet goed uit. Sorry. Heb je mij weer een smakje thuis? We gaan gewoon door. Ze heeft een zenuwdrankje gehad, maar ik weet het niet waar ik ga. Ziet er niet goed uit. Er zit haar iets dwars wat haar gesteld. Ik leeuw dat ik het wel weet, dokter. Dat ze de bierboy heeft. Ze ziet er soldaten om. Ze valt er niet van mij. De bierboy is het. Met haar verdienst. Zit diepe. En dan helpen mijn drankjes ook niet meer. Ze moet uit dat benauwde kamer. En praten met haar. Ik ben geen prater. Doet de kei werd de frettenhoorn hieren, werd het wel wat rustiger in de stal. De guide bij Janke, die eer voor de geluidsman, was een hingel. Kan echt niet. Je vreeg je misschien al wat Janke, speler toch Maaike Schuurmans, hier aan het dwaan is. Nou, dit binnen de geluidsopnamen van een bevalling. Het had de film net hellen. Altijd binnen er zaten een aantal scènes die het sneuvelje in de montage. Of er binnen scènes die het inkwatten worden matten. Zoals de scène met de dochter van Abe Brouwer bij Glieks. Aukje Brouwer. Nou, dat is ze. Lokwijs geboren. Dankjewel. Geen er maar in.
van Janke. Deergeen in een film is een prachtopdracht voor een acteur. Pieter de Vries, die zijn prachtig gestalte joeg aan Omke Its, hier dat voorjacht. Hij mocht zelfs wel vier keer deergeen. En waar mooi dat anders in zijn leven. Janke. Van jij. En van Janke. Zeg stop. Dat is gecheckt. De oude herberg in Pargeer is bruut als café de jachtweide in de film. Van die oude rutsjes die ze het wurg net meer maken worden, hielden we maar treien. Maar ze wienen het hier net kapot te krijgen. Probeer een afdrukje te tellen. Jammer drukje. Er wordt wat aangehoeld in de Gouden Swiepen. Dit is het jonkje Lars, verklaard als het famke Aukje. Het valt voor zelfs echt net mooi om in Famke's kleren te acteren als je nog geen 2 jaar oud bent. Na een liedje 3 uren stond deze scène direct weer op. Ja, hij kent het al wel in. Ja, hij kent het wel in. Ja, doe maar. Doe maar een drukje. Doe maar. 1, 2. Doe maar. 1, 2. Doe maar een douwtje. Ja, doe maar maar in. Doe maar. Druk maar in. Lukt dat? Lukt dat? Lukt dat? Ja, jongens. Probeer nou maar. Probeer nou maar eens. 1, 2. Ja, goed zo. Goed zo. Ek figuranten hebben voor zelfs een eigen mening hoe je omgeer matten met jankende been. Jij maar eens nooit commentaar. Je moet wel dat ding uit het kind de mond trekken, hè? Want dat is niet 1928. Wel de moeder zich bij de camera. Dan gaat het janken natuurlijk. Houden, zodat als ik hem toch gaat huilen, dat je er snel kan pakken. Maar nu gaat het goed. De banden lopen. Jongens, zet vrij. Kom op. Speentje eruit. Kijk een zonnetje. Ik vind het je erin.